stage richting de Randstad. En die brengt mij naar mijn stage. Het is vanavond op de kerstavond. Van tante en ik ben met mijn nichtje hier. Zwaai eens. En met mijn lieve neefje, die is hier. En we gaan nu everyday I'm shuffling. Doe mee. Oké. En ondertussen zitten we Serious Request te kijken. Super vet. Ze gaan vanavond het glazen huis uit. Om 9 uur. En dan ga ik het bekend maken hoeveel ze hebben verdiend. En kijk deze Christmas lights. Echt super leuk. We gaan nu even een stukje voor jullie dansen. Dus dat gaan we nu doen. En dat ga ik opnemen. En dat ga ik doen in de vlog. Voor vlog nummer 25. Everyday I'm shuffling. Everyday I'm shuffling. Every day I'm shuffling, pushing, pushing, pushing. Okay, we gaan. Okay, doei. Doei. Tot zo. Tot zo. Zeg. Hi Pep. Hi Seth. Hi Seth. Hoi Jamie. Ben er weer. Nee. Seth, kom. Nou, help me. Oké, doei. Zelfde dansvloer. Hoi Ka. Hallo. We hebben muziek op en het is super fun. En mama, zeg eens tegen de camera. Hi. Leuk hè. Kerstpresents inpakken. Ik heb wat gekocht daar. En voor mijn moeder, en voor mijn stiefvader. Voor mezelf en voor iemand. Ook voor mezelf. Dus ik weet wat het is. En cadeau in pakpapier. En ik ga lekker cadeautjes inpakken. Ik ben klaar met cadeautjes inpakken. Zo ziet dan de tafel eruit. Nou, dat inpakken. En daar is de boom. Sorry guys. De boom met allemaal cadeautjes. Kijk. Van Lush en onder andere van Mac. En van allemaal dingen. Dus. Leuk. En dit gaan we morgen uitpakken. En hier staan allemaal cadeautjes. Het loopt helemaal tot daarachter. Daar staat nog een cadeautje. Dus kijk, en deze heb ik net ingepakt. Deze en die. Die. En die. En. Wat heb ik nog meer ingepakt? En deze. Ik lig dus in bed. Het is nu precies 12 uur. En ik ga lekker slapen. Want ik ben al de hele week. Heb ik dat ik 7:15 op moest of 7:30 en nu ga ik een keer uitslapen, dus geen wekker. Morgen is het allereerste kerstdag, dat ga ik vieren met mijn familie en jullie hebben hiervoor het beeld kunnen zien van de kerstboom die ook best wel mooi versierd was en gedecoreerd is met pakketjes en zo. Dus dat ga ik lekker openmaken en natuurlijk ga ik dat ook vloggen. Morgen ga ik eerst ga ik mega veel editen. Dat ik alle vlogs er gewoon op tijd op kan krijgen.
Want de vlogs van een paar dagen, nog 3 dagen van vlogs, zeg maar. Want de laatste vlog was die van maandag, dus die van dinsdag moet nog geëdit worden. Die van woensdag en die van vandaag, die jullie nu zien, die moet gaan editen. Dus dat ga ik morgen doen. De Q&A moet ik ook opnieuw gaan editen. We hadden iets van 51 minuten en dat moeten er dus uiteindelijk maar 20 worden. Dus dat moet ik ook nog even gaan fixen. En, maar nu is het tijd voor mij om lekker te gaan slapen in mijn bed. Dus ja, ik ga nog heel even mijn Instagram, Twitter en dat soort shit checken. En dan ga ik lekker slapen en dan zie ik jullie morgen bij allereerste kerstdag. Oh ja, trouwens voor de mensen die nog niet wisten. Ik zit te twijfelen dat ik weer door moet gaan met vloggen. Ik zit te twijfelen of ik weer totdat mijn school weer begint in die week. Of ik zeg maar 31 december mijn laatste vlog en dan alleen maar weekvlogs. Tot aan ongeveer april ga ik elke dag een week vloggen. Dus dat vind ik wel erg leuk, want dan is toch mijn week een beetje weer vol. Dus ik zie jullie morgen weer bij vlogbus nummer, geen idee, maar bij eerste kerstdag. Dus tot morgen guys, slaap lekker en tot morgen. Doei doei.